De politie is op zoek naar getuigen van de brandstichting in evenementenhal Monte Carlo. Maandagmorgen ontstond er rond 9:15 brand in het pand. Om 9:30 gaf de brandweer het sein brandmeester. Maandagmiddag al bevestigde de politie dat het vuur is aangestoken. Ja, wij hebben maandag na de brand onderzoek gedaan en wij hebben voor 100% vast kunnen stellen dat er sprake is van brandstichting. Nou, wij hebben daar voldoende aanwijzing voor dat we ernstig rekening houden met brandstichting. Ik ga daar niet op uitweiden omdat het natuurlijk daderinformatie is. En wij horen natuurlijk liever uit de mond van de dader wat hij gebruikt heeft daarvoor. Dus dat houden wij voor ons. Maar neemt u van mij aan dat er sprake is van brandstichting. Ik heb geen zicht op de schade. Ik weet wel dat tijdens de brand er werd gewerkt onder in de kelder door een man. Die deed daar reparatiewerkzaamheden of iets dergelijks. En tijdens die werkzaamheden is er blijkbaar iemand of meerdere personen geweest die daar gebruik hebben gemaakt om binnen brand te stichten. Dus wij zijn naar zich op zoek naar getuigen die mogelijk wat gezien hebben of gehoord, wat ons kan helpen om deze zaak tot een goed einde te brengen. Wij zijn nog volop met het onderzoek bezig, dus wij hopen echt dat met de informatie van mensen die mogelijk gaan reageren op deze oproep, dat wij daarmee verder kunnen om uiteindelijk bij die dader of CQ-daders te komen. Alle informatie die bij ons binnenkomt, die wordt uitgerechercheerd, zoals dat zo mooi heet, en hopen aan de hand daarvan uiteindelijk de zaak op te kunnen lossen.